In deze film ga ik een onderbelichte foto onder handen nemen. En waarom is deze foto onderbelicht? Nou, eigenlijk geen idee. Ja, mijn sluitertijd stond veel te hoog, 1/800ste en ik denk dat het wieltje van de sluitertijd per ongeluk langs mijn broek is verschoven toen de camera gewoon naar beneden hing. Dat soort dingen, dat kunnen wel eens gebeuren. Is deze foto dan compleet verloren? Nee, dat niet. Deze foto is op zich prima te redden en je moet daarvoor gewoon het histogram goed in de gaten houden. Laat ik hem eerst even gewoon uitsnijden naar iets wat me beter bevalt. En we gaan met deze foto verder aan de slag. Een onderbelichte foto oplichten. Is dat nou een kwestie van puur aan de belichtingsslider trekken? Nee, niet helemaal. Het is wel het belangrijkste bestanddeel daarvan. Want door de belichting gewoon op 1.16 te zetten, zie je dat de foto gewoon al veel lichter wordt en dat daarmee gewoon eigenlijk de onderbelichting al grotendeels is verholpen. Je kunt niet te licht gaan, want dan wordt het witte t-shirt gewoon één grote witte waas. En je ziet ook in het histogram dat het histogram aan de rechterkant begint te klippen. Dus als je dat een beetje terugschuift, dan hou je daar gewoon een mooi bergje aan de rechterkant over. Echter vind ik de absolute hooglichten, dus de hele lichte partijen, wel te licht. Dus die ga ik ook gewoon een klein beetje terugschroeven. En je ziet, er komt al iets meer tekening in zijn t-shirt. En het histogram wordt aan de rechterkant ook gewoon een klein beetje afgevlakt. Nou, ook de zwarte tinten vind ik dat er een klein beetje teruggeschroefd kunnen worden. En je ziet dat het histogram aan de linkerkant ook een beetje opschuift. En om nou het histogram tegelijkertijd wat naar links te drukken en wat naar rechts. Kunnen we gewoon het contrast een beetje verhogen? En je ziet wat er gebeurt met het histogram. En het contrast is eigenlijk niets meer dan gewoon een boost van de lichte partijen. En het nog verder indrukken van de donkere partijen. En tot slot ga ik vervolgens de verzadiging een klein beetje terugzetten. En kom ik van een onderbelichte foto gewoon tot dit resultaat in Lightroom in een hele kleine handomdraai. Dit is de before-foto. En dit is wat ik er gewoon na een paar minuten al van heb gemaakt. En dan heb ik ook nog gewoon de tijd genomen om alles aan jullie uit te leggen. In ieder geval weer bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!